Ja, nou, zoals jullie dus weten ben ik dus gisteren bij het ziekenhuis geweest. Maar ik ben gebeld door het ziekenhuis. Want ze hebben de vragenlijst binnen. Dat is goed gekeurd. Maar de wachttijd voor de operatie. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen. Karen en Roderick, ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 1 september 2021. Het is nu 2 uur. Dus ja. En ik loop dus nu lekker met mijn meisje. En Roderick die loopt met de twee zusjes. En we gaan zo meteen nog even naar de dierenvoedselbank. En voor de rest... geen idee, Ro die moet vanavond weer werken. Morgenavond weer werken. Dus ja, wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier voor deze gloednieuwe vlog. Ja, nou zoals jullie dus weten ben ik dus gisteren bij het ziekenhuis geweest. Ik heb dus weer een verdoving gehad. Ik heb gisteravond nog een hele grote vragenlijst in mogen vullen. Jee, joepie. Dus dat wordt, ik krijg dus een spoedoperatie. Wanneer, weet ik niet. Maar dat gaan we wel zien en bemerken. Ja, dus daarmee hou ik jullie sowieso weer op de hoogte. Dus misschien een dagboekje of zo, weet ik veel, alleen omtrent dat. Dus ja, komt allemaal goed. Hoop ik dan toch wel weer. Ja, toch? Niet dan. Zo, ja. Wij zijn ook weer bijna thuis. Bijna. Een klein stukje maar hoor. Maar ik ben gebeld door het ziekenhuis. Ze hebben de vragenlijst binnen. Dat is goedgekeurd, maar de wachttijd voor de operatie duurt maar liefst 3 maanden. Nou, ik ga geen 3 maanden wachten, jongens, echt niet. Dat ga ik niet doen. Dus ik heb gelijk weer gebeld. Ik word vrijdag weer terug aangebeld en door een vervangend arts van mijn eigen arts. Omdat mijn eigen arts het ook te lang vindt duren, anders 3 maanden. En dat met een beknelde zenuw, dat is te lang als ik daarop moet gaan wachten. Dus ja. Dat blijf je een beetje op je eigen geld, vriend. Dankjewel. Nee, ik ben halen. Je loopt een korte bocht nemen. Hè? Je loopt een korte bocht nemen. Ja, blijkbaar. Dus nee, wij gaan dus nu naar huis. En dan gaan we wat eten en dan gaan we nog wat spulletjes opruimen. En dan gaat Ro weer naar huis, gaat hij lekker slapen. En dan vanavond zie ik hem nog eventjes. Ja. Toch, zat? Zoiets, ja. Ja, zoiets, ja. Trusten, schat. Doei, doei. Ah, mijn broer is ook thuis. En je zwager is ook thuis. Dag, schat. Hij gaat naar huis. Hij gaat slapen. En dan om 9:00 moet ik weer wakker bellen. En dan gaat hij de hondjes doen. Doei, doei. Zo, nou, ik heb lekker mijn toetjes voor mijn neus. Ik heb mijn afstandsbediening voor de tv. Ik ga zo mijn mama bellen. En ik ben nog op zoek naar gordijnen. Verduisteren. Dus mocht je gordijnen hebben, dan heel graag. En ook voor 6 kussens. Deze kussens, daar wil ik Anderhoes omheen hebben. Dus ja. Dan graag. Jee. En daar moet je niet op letten hoor. Nee. Deze twee. Ja. Dus dan ga ik me aanbevolen. Ik ga deze vlog gezellig met jullie afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Want elke dag om 2 uur komt er een vlog online. En laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog weer terug. Doodles!